Wij zijn Simon en Jonas. Zal ik beginnen? Ja, doe maar. Ik denk dat het eerst en vooral voor ons al heel leuk is om nog eens een plaats te hebben en een moment te hebben om nog eens op het podium te staan met een klein beetje publiek. Dat is al heel lang geleden, dus dat is heel leuk om dat nog eens te doen. Ik denk ook dat de campagne een heel belangrijke boodschap brengt naar iedereen van wij zijn dansers, wij liggen al heel lang stil. En dan gaan veel mensen zeggen, maar ja, je kan toch nog altijd dansen. Maar voor veel dansers is dans echt een groepsgebeuren. En dat gaat nu niet meer. En dat is wat wij heel, heel hard missen, om samen te kunnen dansen. En laat staan, nog eens op een podium voor het publiek. Dat zou subliem zijn, maar als we al terug samen bij elkaar kunnen fysiek dansen, in plaats van via Zoom en al die andere dingen, dat zou wel heel mooi zijn. Mijn allereerste droom, en dat is super banaal als danser eigenlijk, maar is inderdaad om gewoon terug op een podium te staan. Met onze dansschool hebben we nu al 2 voorstellingen gemist. En dat is echt altijd het hoogtepunt van mijn jaar, om met hem, met mijn vrienden, met heel de dansschool samen, zo in een gebouw, gewerkt allemaal aan iets moois, om zo al uw geliefden te komen laten kijken naar u, naar uw passie en wat je graag doet, met uw vrienden zo op een podium. En dat is eigenlijk iets kei banaal om als danser te moeten zeggen dat je daar terug nood aan hebt en dat je daar terug naar uitkijkt. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik nu echt graag terug zou willen, is echt ja, op een podium staan en laten zien wat ik graag doe. Maar ik heb wel ook beseft dat normaal gezien elke jaarlijkse voorstelling wil je groter en meer technologie in je voorstelling steken enzovoort. Dat het nu al zoveel deugd zou doen om gewoon terug de deuren van de dansschool te kunnen opendoen en iedereen terug te kunnen laten komen lesvolgen zoals het vroeger was. Dat is misschien nog banaler dan op een podium staan, maar gewoon iedereen terug kunnen binnenlaten in je dansschool en de les laten volgen en het samengevoel terugkrijgen. Ik denk dat dat voor iedereen gewoon is waar we naar snakken. Ja. En missen.